Welkom bij een nieuwe aflevering van Heems TV. Deze aflevering gaan we u meer vertellen over hoe je het beste je waterwissel kan toevoegen. We ervaren best wel mensen die het lastig vinden of dat ze met de bodem problemen krijgen omdat het allemaal opwoelt als de slang open gaat. En daarop hebben wij iets verzonnen. Dat bestaat uit drie delen, waaronder de slangklem. Daar hou je zeg maar, de slang er doorheen, zoals ik hier kan u laten zien. Dan blijft hij mooi op de rand hangen en wanneer de kraan aangaat, schiet hij er niet van af. De afzuigmond, erg fijn, dunne spleetjes om te voorkomen dat de visjes, babyvisjes, garnaaltjes zullen verdwijnen zonder dat u dat ziet. Dus die blijf je dan opplakken en die krijgen dan ook de ruimte weer om vrij te komen. En de vulmond. U kan hem zo hard, dat gaan we zo meteen ook laten zien, zo hard zetten als u zelf wil. Maar er zal niet de hele bak rommelig gaan worden. Want de meeste ervaringen is, als je dus, zeg maar, water in je aquarium doet via een slang of via een emmer, dat dit gebeurt. Dus wat je dus hier ook nu ziet, in de bak, is dat er gewoon een hele kuil ontstaat. En als je daar een voedingsbodem eronder iets hebt zitten, of je planten, die komen dan gelijk los. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Want je wil alles gewoon zo mooi intact houden zoals uw aquarium op dat moment ervoor staat. Mijn collega gaat nu de slang aanzetten, de kraan. Zodat je gaat zien wat de vulling doet. Zoals je nu misschien al ziet of misschien niet ziet, vult hij al. Maar je ziet dat er omheen niks gebeurt. Ik zal hem even optillen om te laten zien. Er komt best wel wat water uit. En die hangt nu gewoon zo op de rand. En praktisch gebeurt er niks met de bodem. En zoals je ziet is die slangklem ook ideaal. Want ja, je kan gewoon rustig een bakje koffie gaan zitten drinken op de bank. Kijk naar je aquarium. Totdat hij het niveau haalt, zeg maar, dat je wil stoppen. Ik zal even aan de zijkant doen dat u het beter ziet. Nou, er zijn enkele steentjes die bewegen. En verder eigenlijk gebeurt er praktisch niets. Nou, dan komen we nu bij het afhevelen van het water van het aquarium. We hebben de zuigmond op een ander stuk slang geplaatst om te laten zien. Deze zuig ik even aan. Klinkt een beetje raar, maar... Nou, hij loopt. En er komt heel geleidelijk water uit om te laten zien dat hij wel gewoon zijn werk doet. Zie je dus nu dat hij dat mors wel aan zijn zuigmond oppakt. Maar zoals je merkt is het, gaat het niet onwijs hard. Gaat het allemaal geleidelijk de afvoer. Maar dit is ook het mooie van dit systeem. Dat je zegt van weet je, ik wil hem tot halverwege. Dan laat je hem lekker zijn gang gaan. En je hoeft niet de druk te maken dat, dat de slang losschiet of eruit schiet. En zodoende werkt onze Heems waterwisselset. We hopen dat u wat aan deze tip hebt gehad. En tot de volgende keer.